Welkom bij e-book Reader Store met vandaag een videopresentatie van de Entourage Edge. Een reader en Android device in één. Dat wil zeggen dat ik aan de linkerkant een e-reader heb, aan de rechterkant een Android. Natuurlijk kan ik het apparaat draaien en ook de schermen laten draaien, waardoor het andersom staat. Verder hebben we natuurlijk wat je kunt met een Android is internet, e-mail, YouTube, Facebook, Twitter. Elke applicatie die je kunt downloaden in de Android Market kun je hier opzetten en gebruiken. En aan de linkerkant hebben we natuurlijk de reader. Hiermee kunnen we de boeken lezen, die natuurlijk op de 3 gigabyte interne geheugen staan van het apparaat zelf. Het is ook mogelijk om een SD-kaart te gebruiken. Als ik op deze knop druk, verandert de reader in een notitiescherm. Voor dat notitiescherm hebben we een stylus nodig. Met de stylus die aan deze kant in het apparaat zit, kunnen we notities maken. Als ik bijvoorbeeld mijn naam wil schrijven, hebben we hier. En hij werkt vrij snel. Heel snel voor een e-reader moet ik zeggen. Een mooi e-ink scherm, hoog contrast. Maar waar natuurlijk bij een e-ink scherm op gaat, is boeken lezen. Als we dan teruggaan naar het boek en ik klik bijvoorbeeld aan de Android kant op mijn bibliotheek, dan zien we hier alle boeken die nu op het apparaat staan. Bijvoorbeeld The War of the Worlds. Die opent die aan de linkerkant. En als ik dan bijvoorbeeld bij hoofdstuk 3 was, dan hou ik hem in en ga ik naar hoofdstuk 3. We kunnen ook boeken kopen. Dan gaan we hier naar de bookstore. We kunnen ook gaan internetten. Hier zijn we bij de bookstore. Die is natuurlijk helemaal te bereiken via het apparaat zelf. Ik kan ook Flash afspelen, dus er zijn veel mogelijkheden. Ik kan even naar de browser gaan. Daar zitten we nu in. Dus als ik dan bijvoorbeeld naar Google wil, dan laat die Google voor mij, kan ik gaan zoeken. Ik kan gaan e-mailen. En dan heb je hier het menu waar ik dan met alle applicaties aan de gang kan. De camera, een video, ik kan natuurlijk filmen met de camera die bovenin zit. Een rekenmachine, noem het maar op. Alles wat je kunt bedenken, wat je met een Android telefoon zou kunnen, zou je ook met het apparaat kunnen. We hebben hier een 10,1 inch en we hebben hier een 9,7 inch. Ze zijn niet even groot, maar dit is echt heel groot voor een e-reader. Heel mooi. In het midden hebben we de boxen. We hebben hier nog een trackball waarmee ik dan via het apparaat kan werken en zo dus van alles kan gaan gebruiken. Rekenmachine. Gaan we terug naar het home menu. Widgets, ook een mogelijkheid. En wat ik heel mooi vind is als we bijvoorbeeld weer naar de e-reader kant gaan, dan hebben we hierboven hebben opties. Ik kan informatie over het boek opvragen, ik kan inzoomen, uitzoomen, ik kan notities maken, ik kan weggummen een notitie. En wat ik vooral heel mooi vind is als ik op deze tweede laag heet dat druk, dan komen we in een scherm terecht waar ik dan notities kan maken. En die notities, als ik dan weer op de knop druk, verdwijnen die notities, kunnen ik rustig verder lezen. Dus dan heb ik geen last van notities, dus ik kan lekker mooie pijlen er doorheen zetten. Ik kan hiermee zoeken. Ik kan ook iets selecteren en dan op zoeken drukken. En ik kan een foto maken die dan weer aan de andere kant verschijnt. En dan kan ik hier de foto gebruiken om bijvoorbeeld te e-mailen. Dus de Entourage Edge. Een mooi apparaat. Zeker voor mensen die vaak notities willen maken. Die en willen internetten op een kleurendisplay met wifi en een boek willen lezen op een e-ink display. Voor scholen zou het ook een perfecte oplossing zijn. Kortom, het is een geweldige e-reader en een geweldig Android apparaat in één. Dit is de videopresentatie van de Android of de Entourage Edge.